Dames en heren, hartelijk welkom bij de kennisclip over de keuzevoorzetsels. Mijn naam is mevrouw Schenkenveld, maar jullie kennen me natuurlijk allemaal. En uh, deze kennisclip uh, is misschien wel heel erg handig voor de toets die jullie moeten gaan maken over de keuzevoorzetsels. Dus let vooral heel goed op. Aan het einde van deze nou ja, online les, kennisclip kan je het ook wel noemen, heb je herhaald wat de voorzetsels zijn, uh, heb je herhaald wat vaste voorzetsels zijn in het Duits. Weet je wat keuzevoorzetsels zijn? Heb je geleerd wanneer je de derde naam van gebruikt bij de keuzevoorzetsels? En heb je ook nog geleerd wanneer je de vierde naam van gebruikt bij de keuzevoorzetsels? Nou, dat is een hele mond vol, dus laten we lekker beginnen. Allereerst de voorzetsels. Ja, wat was dat ook alweer? Nou, vaak als ik in het Nederlands begin met was zijn voorzetsels, dan komt er wel enigszins iets in je op als ik zeg op de kooi, in de kooi. Tussen de kooi of met vakantie, bij de vakantie, etc. In het Duits heb je een aantal vaste voorzetsels, wat betekent als je zo'n voorzetsel in de zin ziet staan, dat je sowieso meteen al weet of het hoort bij de derde of bij de vierde naamval. Laat ik ze er even bij pakken: Allereerst als bij mit nacht, seit van en zo. Nou, zoals je ziet, de vertaling staat eronder uit bij met naar, sinds van naar. Uh, en als je deze voorzettels ziet staan, dan hoef je geen zin meer te ontleden, want dan weet jij meteen, hé, hey, die horen bij de derde naamval. Dus het zelfstandig naamwoord wat daarbij hoort, daar moet ik goed op letten. Is dat mannelijk, vrouwelijk of onzijdig? En dan kan je het lidwoord mooi gaan vervoegen. Dus als bij midnachtzaai on, van en zo hoort bij de derde naamval. En bij de vierde naamval. Daar hoort bis durch, für, gegen, ohne en om. Um. Tot, door, voor, tegen, zonder en om. Um. En deze horen bij de vierde naamval. Dus zul je zo'n uh, dergelijk voorzetsel staan, dan weet je hé, hey, deze horen bij de vierde. En dit is dus altijd vast. Nacht kan dus nooit daarna iets met de vierde naamval te maken hebben. En durch heeft ook nooit iets met de derde naamval te maken. Hoort vast bij elkaar. Nou, hoe kan je dit dus onthouden? Dat is nog voor sommigen best wel moeilijk. Nou, je hebt twee opties. Of je stampt ze gewoon erin. Uh, of, ja, wat je natuurlijk ook kan doen, je leert het gewoon niet. Zou ik niet doen als ik jullie was, want dit is nodig voor ook de komende tijd nog bij Duits. Maar wat je ook kan doen, is door middel van een liedje het te onthouden. En dat gaat als volgt. Als bij Midnacht zijt van zoe, dit liedje raak je echt niet moe. bis durch für Gege ohne um, dat is waarom we dat nu doen. Nou, ik gok als je hem even op replay zet en uh, je blijft maar luisteren, dan heb je hem op een gegeven moment vanzelf in je hoofd. Nogmaals, deze voorzetsels die horen altijd bij de desbetreffende um, naamval. Alles bij Midnachtzijde van Zoe is altijd derde. Bis durch ohne Om is altijd vierde. Een voorbeeldzin die daarbij hoort is bijvoorbeeld Nachromen fährt er met zijn schwester. Nacht is hier in het voorzetsel en mit. Als je hier dan naar kijkt, dan zou je dus precies moeten weten, hey, mit, derde naamval, zwester, zus. Dus dan zou je weten, hey, het is derde naamval, vrouwelijk. En dan kan je zo het woord goed invullen. Door naar de keuzevoorzetsels, want daarvoor zijn we natuurlijk vandaag gekomen. En wat zijn keuzevoorzetsels? Nou, het is iets moeilijker dan de vaste voorzetsels, want je hebt namelijk de keuze. Is het in de derde naamval of moet het in de vierde naamval? Nou, hiervoor zijn de volgende voorzetsels allemaal aanwezig. An, wat betekent aan? Hinta, achter, neben, naast, in, wat betekent in of naar? UNTER, onder, voor, voor, zwischen, tussen, af, op en uba, wat boven of over kan betekenen. Deze negen voorzetsels, die moet jij weten. Dus ik zou zeggen, schrijf ze nu vooral even voor jezelf op in je schrift. Heb je ze opgeschreven? Super! Dan is wel nog even heel belangrijk dat je ALF en UBA even duidelijk maakt: dat je daar een streepje onder zet. Of misschien een ander kleurtje geeft. Daar komen we zo meteen op: ALF en UBA. We gaan als eerste aan de slag met de keuzevoorzetsels voor de derde naam van. Dit schemaatje heb je ondertussen in je schrift geschreven. En zo niet, zet je mij gewoon even op stop en schrijf je het over. Maar nu gaan we aan de slag met de derde naamval. Want wanneer gebruik je deze keuzevoorzetsels nu precies in de derde naamval? Nou, je gebruikt dat als je aan kan geven dat je ergens bent. Dus in het Nederlands waar en in het Duits wo. Nou, daar heb je eventueel nog een ezelsbruggetje voor. De derde naamval is dezelfde situatie. Derde naamval betekent dat je ergens bent. Het blijft dezelfde situatie. Misschien komt dit nu heel vaag in je over, maar daar heb ik een mooi voorbeeldje bij. Hé, hey, dat ben ik. Nou, toevallig. En in dit voorbeeldje zit ik op een stoel. Ik zit ze de stoel. Aha. En dit moeten we nu natuurlijk goed in gaan vullen. Nogmaals, ik ben hier ergens aanwezig. Ik ben er al. Het is dezelfde situatie. Ik zit op die stoel. Nou, dan weet jij. Hé, hey, we gaan eens even kijken in de zin. Zien we ergens een voorzetsel staan? Ja. Of. Nou, dan kijken we hier even in. Aan, in. Hé, ja, kijk. Of. Top. Dat hoort dus bij de keuzevoorzetsels. We weten, het is mannelijk. En we weten dat het bij de derde naamval hoort, want ik ben ergens in dezezelfde situatie. Dus je bent ergens, je bent namelijk op de stoel. Derde naamval, mannelijk. Gaan wij even op zoek. Derde naamval, mannelijk. Ja, Dim. Klopt dat met het antwoord? Ja, Dim. Stoel. Nu heb je niet alleen de derde naamval, maar ook de vierde naamval. En de vierde naamval geeft aan dat je ergens naartoe gaat. Waarheen in het Duits wohin. En dit kan je misschien onthouden door vierde naamval. Er is een verandering. Hier hebben we het schemaatje, die we de vorige keer ook hebben gebruikt. Voor vierde naamval een verandering. Wat mee kan helpen is dat er vaak in de zin een werkwoord met zich staat. In dit geval is het altijd de vierde naamval. En ook hiervoor heb ik een voorbeeldje. Hé, hey, daar ben ik weer. En dit keer zet ze ik mij op de stoel, dus ik ga zitten. Er is dus een beweging, een verandering van de vierde naamval, een verandering. Dus we weten mannelijk. Stoel, er is een verandering. We gaan op zoek naar alf, staat hier ertussen. Ja zeker. Of er is een verandering, dus je gebruikt de vierde naamval. Vierde naamval, mannelijk. Ja, hebben we hem wordt din. Nou, kijk, dat is ook nog het goede antwoord. Wat mooi. Maar soms heb je wel eens van die zinnen en daar kan je niet vragen of iets er is. Dus of ik al op de stoel zit of dat ik op de stoel ga zitten. Wat doen we dan? Help? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je ook een goede oplossing voor. Zoals ik er net al vertelde, heb je dus deze negen voorzetsels en wilde ik graag dat jij de ALF en uber of onderstreepte of markeerde, maar in ieder geval duidelijk maakte. Want de regel is namelijk als volgt: kan jij geen waar of waarheen vragen? Dus blijft iets niet hetzelfde of komt er ook geen verandering in? Ja, dan wordt het moeilijk. En dan is het volgende bedacht, staat er af en uber in de zin, dan is het de vierde naamval. En is het aan neben, in unter voor oder, zwischen, dan is het de derde naamval.